Kijkers van Teescaps, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe speciale video op Teescaps. Vandaag gaan wij Skywars op de kop spelen. Ik heb hier nu dus Minecraft op de kop. Ik heb de video niet omgedraaid. Als bewijs, ja, jullie zien nu dat het niet is omgedraaid. Want het inventorybalkje zit beneden. En de game zelf zit, zeg maar, boven. Ik hoop dat dat genoeg bewijs is. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet bewijzen. En het wordt heel raar. De besturing is ook een beetje raar voor mij. Ik weet niet of het ook raar is om te kijken. Maar in ieder geval, dat maakt allemaal niet uit. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik heb er persoonlijk wel echt heel veel zin in om dit te gaan opnemen. Want ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Dus laat vooral al gelijk een like achter. En dan ben ik benieuwd hoeveel likes we halen. En dan laten jullie gewoon lekker zien dat jullie meer van dit soort speciale video's willen. Dus we gaan er gewoon inspringen. Eerst zet ik even mijn F5 uit. Dat is wel zo handig. Als het goed is, staat er nu uit. Ja, het staat nu uit. Oké, we zijn erin gesprongen. En er gebeurt nog niet veel. Dit is heel raar, mensen. Dit is echt heel raar. Oh, we zijn een potje gejoined. Oké, dit is de map. Dit is een leuke map, I guess. Dus we zijn begonnen. En holy shit, het gaat nu al bijna fout. Chest. Even kijken. Oké, als het goed is heb je in deze server... Dit is normaal speel ik op de CubeCraft Game server. En daar heb je allemaal andere loot. Dus ik ben heel benieuwd wat voor loot je hier allemaal hebt. Want ik heb een hele lange tijd niet meer hier gespeeld. En dit is echt heel raar, mensen. Maar ik heb dus al een hele lange tijd niet meer hier op deze server gespeeld. Dus ik ben echt heel benieuwd. Even kijken. Armor hebben we allemaal aan. We hebben een soort. Dit doet... Wat is beter? Stone Axe met sharpness 1 of een stone sword? Ik denk dat dit beter is. Lava is altijd handig. Dit kan altijd handig uitkomen. Oh, wacht. Ik zie net dat we een... wacht. Als we even wat hout gaan hakken. Oh, shit. Als we even wat hout gaan hakken, dan kunnen we een iron sword maken waarschijnlijk. Oké, jongens. Dit is echt heel raar. Dit is heel raar. Ik heb het eerlijk gezegd, als ik eventjes eerlijk moet zijn. Ik heb het net al ook eventjes geprobeerd. Want anders zou het natuurlijk helemaal niks worden. Even kijken. Hoe gaan we dit doen? Oh, god. Oh god, komen ze al naar me toe trouwens? Nee, volgens mij komen ze nog niet naar me toe. Nee, oké, dat is dan mooi. Oh, ik zie dat we al een iron sword hebben, joh. Oké, dan laat maar. Dan zitten we allemaal tijd te verspillen hier. We hebben daar wel houten blokjes, dus het maakt alsnog niks uit. Wat we gaan doen? Oh, kut. Nee. Dacht het even niet, vriend. Oh, wacht, zit hier beneden ook nog iets? Zit hier beneden ook nog een chest? Ah, jongens, dit is zo irritant. Oh my god. Oh my god. Oké. Laten we nog even wat meer van dit hout hakken. Ah, jongens, dit is heel raar. Ik hou gewoon shift in voordat ik weer allemaal... Nee! Oké, dus die heb ik eventjes totaal niet zien aankomen. En het is heel raar om dit zo op de kop te zien. Dus als je met de muis omlaag gaat, dan kijk je... Dit is helemaal omhoog. Als ik spring... Zie dit! Als ik spring dan... Wat? Mensen, ik heb nog een nieuw potje joinen, want ik vind het eerlijk gezegd best wel leuk. Oké, mensen, ik ben dus gelijk een nieuw potje gejoind. En nu lijkt het net alsof je normaal kijkt, maar je hand zit boven. En ja, dit is helemaal gewoon op de kop. Holy shit. Oké, we gaan binnen 5 seconden beginnen. We hebben een beetje een klein kut-eiland, volgens mij. Ja, volgens mij hebben we echt gewoon een klein kut-eiland. Oh nee, dit valt wel mee, joh. Oké, even kijken. Chest. Dit is heel raar, mensen. Dit is echt heel raar. Jullie moeten het zelf eens proberen, want ja, dat kan natuurlijk gewoon heel makkelijk, dit. Ja, je kan het natuurlijk heel makkelijk zelf proberen. Die hebben we op dit moment niet echt nodig. Dit kunnen we handig gebruiken. En ja, deze pickaxe ook misschien wel. Oké, laten we even trouwens met deze axe deze boom gaan hakken. Zodat we een beetje blokken hebben om naar andere eilanden te gaan. Ik weet totaal niet hoe we dat gaan doen. Oh god, dit is zo raar. Alles is omgekeerd. En ja, no shit Sherlock. Maar alles is gewoon een beetje raar. En oh my god. Oké, ik heb totaal geen idee. Even kijken. Oh god. Waarschijnlijk zit hier een leaf boven. Want kijk, als ik spring. Dat is heel raar. Oké, omlaag kijken. Oké, en nu... Oh, kut. Zo. Oh, shit. Oké, ik ben heel benieuwd. Oh, we moeten juist naar voren springen. Dit is naar voren. Oh, kut zo, jongens. Dit is... Ja, oké, we zitten erop volgens mij. Ja, oké, we zitten erop. En nu moeten we naar... Dat... waar moeten we heen? Oh, we gaan naar niks toe, zie ik. Oké, ik hak dit even weg, want we moeten naar dit eiland toe. Oh, jongens, dit is zo raar. Hoe gaan we dit nou doen? Oh my god, oh zo. En dan naar achteren moeten we lopen. We lopen nu dus naar achteren. Fucking raar, fucking weird. Oké, volgens mij zit niemand meer op dat eiland, als ik het goed heb. We gaan nu naar dat eiland toe. En daar zit niemand meer op. Oké, er zijn dus al 2 mensen dood. Dat is wel alweer mooi dan. Oh, kut. Oké, we gaan nou iets wagen. Wacht, naar voren is dit. Oké, mensen, ik ga nou dus springen. Ik ben heel benieuwd. Oké, dat ging goed. En, oh, volgens mij... Waar is deze gozer dan naartoe? Want ik zie hem nergens. Dat is wel eventjes een beetje een probleem. Waar is deze gozer? Volgens mij is die dood. Lijkt me best logisch dat die dood is. Maar we gaan gewoon even dit hout hakken. Oké, dus als ik eerlijk ben, het gaat beter dan verwacht. Alleen het is wel echt heel erg wennen om dit zo heel raar te doen. Oké, nu gaan we naar mid toe. Wacht, ik viel daar bijna. We willen natuurlijk niet vallen. Dat zou een beetje kut zijn.
Oké, we hebben golden apple. Oh shit, er ontploft iets. Oké. Oh, deze jongen hier. Oké, mensen, ik word hier echt heel misselijk van, maar daar zit dus iemand. En daar wil ik eigenlijk ook wel heen, naar het midden toe. En nu lijkt het net alsof het normaal is, weet je wel. Nu lijkt het een beetje normaal. Alleen, het is gewoon heel raar, het is heel raar spelen. Oké, de bedoeling is nu dus om hier op te springen. Nee, ik wou op het eiland voor me springen. Waarom ga je dan naar achteren? Wat? Oké, dat was echt gewoon heel raar. Mensen, dat zijn dus de nadelen van ondersteboven micro spelen. Ik vond het heel raar. Vinden jullie dit van herhaling vatbaar? Willen jullie mij zien falen in TNT run ondersteboven of dat soort dingen? Willen jullie een minigame serie ondersteboven? Gewoon elke week een nieuwe minigame ondersteboven. Ik ben heel benieuwd. Dit is trouwens heel raar om zo te lopen. Maar ja, willen jullie het meer? Laat het me gewoon weten. Doe gewoon eventjes een likeje. Hier, ze plakken gewoon aan het dak. Dat is heel raar. Ja, dak. Wat je een dak noemt. Mensen, ik bedank jullie in ieder geval hartstikke erg voor het kijken naar deze video. Willen jullie meer van dit? Doe dan vooral gewoon eventjes een like. Volg me op Twitter. @tsgames. Zeg nooit. Dus nu gewoon eventjes zeg ik dat. Ik bedank jullie hartstikke erg voor het kijken. En dan zie ik jullie in een nieuwe video. Ciao.